Welkom terug. Mustafa Boukrissi van Vitrine liep een dagje mee met Lisanne den Otter, die als vrijwilligster betrokken is bij de soebus van het Leger des Heils. Weten de mensen überhaupt van de soebus af? Het is zo dat we zijn begonnen met een route die is aangegeven door een van de mensen die vroeger zelf dakloos is geweest. Dus die wist een heleboel plekken en zo zijn wij eigenlijk aan onze eerste route gekomen. Maar je krijgt ook wel eens een melding van mensen die ergens wonen en die zeggen, nou, hier loopt iemand en volgens ons, ja, die loopt hier zo vaak en ook 's avonds laat, willen jullie niet eens gaan kijken? En daar gaan wij dan op af. Waarom slaap je buiten? Nou, ik heb al een tijdje en ik had hier een keer gewoond. Het was een afkikcentrum. Ah. Maar dat is failliet gegaan, nu op dit moment. En intussen ben ik wel eigenlijk via de gemeente. Ik heb nu een contactpersoon bij de gemeente. Die heeft niet alleen de afgelopen 2-3 weken hier een postadres voor me geregeld, maar die heeft er ook voor gezorgd dat ik bij de Leger des Heils eigenlijk toch verder begeleiding krijg naar een vast, in het begin natuurlijk bij het slaaphuis, zou ik maar zeggen. En dan word ik van daaruit, van het Leger des Heils en van de gemeente uit, verder begeleid naar vast. Een vastere plek voor jou. Inderdaad. Er zijn mensen die graag opvang willen. En het Leger des Heils geeft ook altijd alle ruimte. Zoals nu met de winter mogen alle mensen mogen binnenslapen in dat slaaphuis. Er zijn 3 plekken waar we dan zeg maar zo'n 20 minuutjes staan. Ook voor een praatje te maken. Want ja, goed, die mensen die hebben eigenlijk vrijwel geen sociale contacten. Dus vooral het praatje ook van mens tot mens is ook heel belangrijk. Kun je me nog eens vertellen waarom er nou mensen zijn die zeker met deze weersomstandigheden er toch voor kiezen om buiten te gaan slapen? Ja, het is denk ik niet echt een keuze. Mensen zijn door welke reden dan ook vaak psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek, financiële problematiek, buiten de boot gevallen, schulden gekregen, post niet meer openen, op enig moment het huis uitgezet en gaan dan op straat. Sommigen kiezen andere dingen, maar goed, deze mensen gaan op straat. Trudy, jij bent een van de vele vrijwilligers bij de soebus. Ja. En de soepbus is van het Leger des Heils. Kun je me eens vertellen, hebben jullie de soep zelf gemaakt of wordt die door anderen aangedragen? Wij zijn, even kijken, in 2011 zijn wij begonnen, april 2011. En ja, toen hadden we nog soep uit blik. Dat was dan echt poeder wat je aanlengde met water en dat maakte je warm. En ik had op een gegeven moment zoiets van, ja, dat moet toch anders kunnen en beter. En toen ben ik mensen om mij heen gaan verzamelen met de vraag van, ja, zijn jullie bereid om eens op de zoveel weken verse soep te maken? En zo heb ik een 5 mensen kunnen vinden. En dat groepje, ja, dat is tamelijk vast. Af en toe valt er eens iemand af door omstandigheden. Maar gelukkig weet ik dan weer iemand zover te krijgen. En de groenten die worden gedoneerd door de natuurwinkel in Maastricht bij het station. Dus dat is heel fijn en die mogen wij dan gaan halen. En dan maken wij de soep. Nou, en fijn dat die soepbus er is, want je krijgt er ook lekker brood bij, hebben we gezien. Ja, brood en af en toe hebben ze ook een kopje koffie en af en toe hebben ze ook, als er wat over is, wat kleren of wat anders wat ze toevallig hebben. Dus ja, je krijgt eigenlijk de basisspullen, die krijg je wel bij de soepbus.
walking down the block, I'm in the cityscape. This is the city life.